De Week van Ondernemer, dat is op dit moment het grootste ondernemersplatform in Nederland. Ondernemers komen eigenlijk naar een event toe waar ze zich in een dag laten inspireren over alle trends en ontwikkelingen die op het gebied van ondernemerschap voor hen van toepassing zijn. En dat doen ze op het event live en dat doen ze ook online. We hebben met Glory Days Media een aantal dingen gedaan. We hebben vooraf een aantal commercials gecreëerd om de Week van Ondernemer vooral dus online bekendheid te geven. Die hebben wij gericht laten maken met Glory Days Media op de thema's die wij relevant achten voor ondernemers. Zodat die ook in onze e-mail marketingcampagnes heel gericht kunnen gebruiken. We hebben gewoon directe conversie, dus het is gewoon wil ik hier naartoe nu inschrijven en je gaat meteen het registratiesysteem. In de voorcommunicatie en tijdens de events hebben wij natuurlijk heel veel content wat geproduceerd wordt om die her te gebruiken in de communicatie na de events. Zodat je ook op social media via je database en via nieuwsbrieven de content die al geproduceerd is nog een keer kan herdelen met onze gasten, onze bezoekers, maar ook op social media met heel veel ondernemers die daar niet ter plekke zijn geweest. Content die in die video's zitten, die moet goed geëdit zijn en die moet goed te luisteren zijn en die moet in een goede omgeving opgenomen zijn. Ik denk dat met Glory Days Media de samenwerking heel goed gaat, omdat het een heel praktisch bureau is. Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het oplossen? Hoe kunnen we binnen beperkte budgetten een hele creatieve en kwalitatief goede invulling bouwen met elkaar?